elke dag een tekening, gewoon omdat het kan. Ik vind een persoonlijke manier van tekenen of schilderen, compositie, kleurgebruik, balans en emotie veel interessanter en belangrijker dan een fotorealistische weergave van de werkelijkheid. In deze video maak ik kennis met verschillende plekken in diverse technieken. Ik heb gewerkt met pen, fijnlijners, marker, krijt, Oost-Indische inkt, kleurpotlood, gouache en aquarel. Wat een rijkdom kent de kunst met zoveel mogelijkheden. Aan de hand van referentiefoto's doe ik mee aan een 30-daagse challenge van Sketchy om mijn vaardigheden op peil te houden. Deze challenge bevat foto's van bekende en minder bekende plekken in de wereld. Het daagt me uit om een eigen fotoarchief in te duiken om te kijken op welke mooie plekken ik zelf ben geweest en hoe ik die ga weergeven op doek of papier. Op mijn manier natuurlijk. Heb je tekening gezien naar je smaak die je wel zou willen kopen? Laat het me dan weten. Ik vind het fantastisch als mijn werk op jouw muur mag hangen. Mail in dat geval naar ansvianen@live.nl. En heb je zelf zin om zo'n challenge aan te gaan, maar lukt dat op de een of andere manier niet in je eentje of beheers je het Engels niet zo goed met al die vaktermen? Of heb je gewoon liever een maatje die met je meeloopt? Neem dan contact met me op, want met een persoonlijke aanpak is de kans van slagen een stuk groter. Laat je het me weten? Stuur een mail naar ansvianen@live.nl.